mijn naam is Sjoerd van Bilsen. Ik leg een vergrootglas op eigenaardigheden van specifieke modellen of praat u bij over bijzondere items op een auto. Welkom bij Sjoerds Weetjes. Ja, een van de meest beroemde en beruchte circuits is de Nürburgring in Duitsland. En als je daar naartoe gaat, dan zie je al die fanatieke Duitsers, Russen, Nederlanders, Belgen met hun Porsches 911 GT3 RS'en, maar ook met hun bij elkaar geknutselde BMW's 3-serie, waar ze gewoon hart en ziel in stoppen om daar een fantastisch racemonster van te maken. En wat het mooiste is van heel die Nordschleife entourage is dat je hebt autoliefhebbers die heel veel geld hebben en je hebt autoliefhebbers die heel veel passie hebben. En die komen daar tezamen, die hebben respect voor elkaar en dat is in mijn optiek een geweldig feest. Maar als je nou, zoals ik, niet op die Nordschleife durft te rijden, dan kun je altijd gebruik maken van een ringtaxi. En dan zie je altijd daar die auto's rijden. En een van die auto's is deze McLaren 720S. Ja, dit is een auto die toch wel respect afdwingt. Vooral in, ik heb het al eens een keer eerder gezegd in een eerdere Sjoerds Weetjes, door zijn kleurstelling. Hè, met dat zwarte dak, die witte lak, die antracietkleurige wielen. Dat geeft hem toch wel een heel bijzonder karakter, een bijzondere agressieve uitstraling. En dan is het fantastisch als je langs die baan staat en je ziet dan die McLaren voorbij scheuren. Maar toen zat ik mij af te vragen van hoe zit dat nou eigenlijk met zo'n ringtaxi? Ja, want die auto die krijgt natuurlijk wel even flink op zijn sodemieter. En wat blijkt? Deze McLaren 720S van Apex Taxi, die legt maar liefst 100 rondes per week af. Op een goede dag legt hij 30 rondjes af. Ja, ongekend. En dat niet gewoon in de 30 km per uur gezonde stand, maar gewoon vol gas, vol op dat pedaal, volle belasting voor die 4 liter V8 motor met turbo, 720 paardenkrachten die continu eigenlijk op die achterste wielen worden losgelaten. Ja, en dan vraag jij je af, maar die banden die krijgen natuurlijk ook op hun sodemieter. Hoeveel rondes gaan zo'n setje banden mee? Nou, maximaal 30 rondjes. Afhankelijk van het verkeer natuurlijk, hè, en van de weersomstandigheden. Want dat heeft natuurlijk invloed op de belasting van die banden. En dan hier hebben we de remklauwen. Hoeveel rondjes gaan die mee? 50. Hoeveel rondjes gaan die schijven mee? 700. Carbon keramische remschijven, hè? En die remblokken die kosten maar liefst 3.000 euro. En wat is dan het verbruik van die V8 motor? Ja, die verbruikt dan op zo'n rondje 1 op 1,5 liter. Ja, ongekend hè. En dan bij de Apex Taxi maken ze maar gebruik van 2 coureurs. Eén is gewoon een professionele racecoureur en de ander, ja, die heeft natuurlijk ook de enorme ervaring op die Nordschleife. Want dat is een baan met gevaren, dat is een baan die je moet kennen en die ken je niet. Die leer je niet even uit je hoofd na een x-aantal rondjes. Daar moet je veel ervaring voor opdoen. Dat maakt die baan ook zo uitdagend, hè? Ja, en zo'n McLaren, hoe lang wordt die dan ingezet? Hoe lang wordt die dan belast? Deze auto is sinds april 2018 actief op de Nordschleife. En die zal in november vervangen worden. En het seizoen duurt ook ongeveer van april tot en met oktober. Ja, wat dan die eindkilometerstand zal zijn van deze auto, dat is nog een raadsel. Hij staat inmiddels op 16.500 kilometer. Ja, 16.500 kilometer. 1 rondje Nordschleife is maar liefst 20 kilometer. Ja, en wat dan het mooie is van deze sportwagen, dat deze auto wordt gebruikt waarvoor die bedoeld is. En dat is rijden op het circuit. 95% van de klanten, als het niet meer is, van die 720S klanten, die komt nooit op het circuit. Die rijden die auto op de openbare weg, in de stad, laten hem 30 km per uur rijden, laten hem 130 km per uur rijden. Deze auto die tikt geregeld op de Nordschleife een snelheid aan van bijna 300 km per uur. Waarmee die overigens maar net onder zijn officiële topsnelheid van ongeveer 340 km per uur blijft. Ja, en als je dan kijkt naar het concept van die 720S, hier ligt dan die 4 liter V8 motor in. En kijk ook even naar ja, de cabine, helemaal omgeven door glas. Veel zicht rondom. Ideaal natuurlijk voor in de stad, voor als die mensen die deze auto hebben gewoon lekker gaan toeren, flaneren over de boulevard, kun je lekker naar buiten kijken. Maar dit heeft natuurlijk ook zijn voordelen op een circuit als de Nordschleife, waar heel veel mensen rijden met allemaal verschillende rijstijlen en snelheidsbelevingen, dat je goed overzicht houdt. Een stukje veiligheid dus. En een leuk detail van deze auto is, je ziet hier aan de onderzijde van de deur dat die kakelvers terug is gekomen van de baan. Maar hier heb je een display. En als je dan hier op dit knopje drukt, dan verdwijnt dat display. En dat is bedoeld, ook als je hem overigens in de track modus zet, dat is bedoeld voor als je echt gaat sturen met die auto. Het scherm gaat naar beneden toe, waardoor je meer zicht hebt vooruit. En hier krijg je alleen de informatie die noodzakelijk is, zoals de gekozen versnelling, de toeren en de snelheid. Ja. In het geval van deze specifieke 720S kunnen we zeggen dat deze auto is, of die wordt gebruikt waarvoor die geboren is. En dat is kilometers afleggen op het circuit.